even op het podium willen. En onze speciale gast ook even. Ze weet wie het is, hoop ik. Krantencommissie, niet zo bescheiden. Onze Trude Varia is een van de visitekaartjes van onze vereniging. Direct na de 11e van de 11e bal wordt de acquisitiecommissie op pad gestuurd om de broodnodige advertenties binnen te halen, want het gaat beslotverrekening op de zender. Vervolgens wordt de krantencommissie bij elkaar geroepen en die gaan de taken verdelen en een voorlopige opzet maken. En vervolgens wordt die krant met bloed, zweet en tranen in elkaar gezet. Hij wordt naar de drukker gebracht en hij wordt door andere vele gloeden weer opgehaald in Apeldoorn en bij Dommerholt in Hardenberg afgeregeld, zodat hij dan naar Dommerholt volgende week weer in Deemschade en Ballenbrug op de deurmat kan laten vallen. Het is een goede gewoonte, het is een speciaal gebeuren hier in Kloetendonk. En dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is dan ook al jaren een traditie dat wij iemand uitnodigen voor dit speciale evenement. Iemand die wat voor Dedo's vaart en voor de vele gloeden in het bijzonder wat betekent. Deze persoon is gekozen omdat ze dat altijd met verve doet. Dit jaar heeft het bestuur dan ook geweend iemand uit te moeten nodigen. Die ervoor zorgt dat de activiteiten van de Venekloeden niet ongemerkt aan de Levensvaart voorbij gaan. We vinden het dan ook een hele eer om de eerste exemplaar van de Gloedenvaria 2016 uit te reiken aan Geke Lensing. Met haar pakkende column in de Levensvaartse krant geeft ze inzicht in de perikelen van alle dagen. Maar ook voor onze vereniging heeft ze regelmatig de ruimte en een de ruimte en de gelegenheid om een stukje in de plaatselijke huis- en huiskranten te schrijven. We hopen dan ook nog jaren samen met Geke, Levensvaart en de vele groepen in het bijzonder de groeten, de dreilen en zeilen van onze vereniging kenbaar te kunnen maken in Levensvaart. Tot slot wil ik graag een daverend applaus voor de mensen van de krantencommissie. En dan wil ik onze hoogheid verzoeken om de krant over te overhandigen aan Geke. Onze jeugdprins hangt er in de medaille om. Geke Lensing. Alsjeblieft, hier de eerste vier. Aan alle kanten! Ja! Kinderpaaien. Heel veel plezier komende carnaval. Vanavond in eerste.
eerste instantie. En straks met de optocht. Heel veel plezier en hartelijk bedankt. Ik heb hier nog een bos bloemen voor je. En ja, en nog een speldje. Een topper, ja. Hoogheid, dankjewel. Anne, dankjewel voor jouw speech namens het bestuur en namens de presentatoren. Sander, jij kan weer voor een x-aantal minuten en dan zullen wij daarna de groep danssprekers gaan aankondigen en dan hebben we nog één officieel gedeelte. En dan gaan we feest maken. Lijkt me goed wel.